Eigenlijk heb jij toch een soort van Oscar in de kast staan. Een, een, een heel kleintje dan. Dat moet je eens liggen. Op een gegeven moment uh, hebben ze mij gevraagd om piano te komen spelen voor de filmmuziek van The Artist. Ja. Uh, die, die stomme film hè, uh, van een aantal jaar geleden die al die Oscars heeft weggekaapt. En uh, dat was niet eens de bedoeling dat ik die pianopartij ging spelen. Want ze hadden daar eigenlijk iemand voor in het orkest hier in Brussel, uh, waarin Flagebart waar is opgenomen. En die pianist was een beetje ziek geworden op die dag van die opnames. En... Uh, ze hebben mij opgebeld, maar wat ik uh, toch, toch, op dat moment tegen niemand niet had gezegd, is dat ik eigenlijk een gigantische kater had. Van zwaar <laughs> de avond ervoor. Dus ik heb de pianomuziek van de artist met ja, half zat ingespeeld. Okay. <laughs> dat dan moeten we nog eens dubbel checken. Een half de Oscar, zeg maar. maar um, dus, ja, jij, en dat heeft dan de Oscar gewonnen. Hè? Dus ja. fantastisch. Hè? Gefeliciteerd. Leuk, hè? Ja, merci, merci. Dus eigenlijk mag die componist toch jou ook een beetje bedanken, want allee, had jij dat niet zo goed gespeeld? Hij mag het dan wel geschreven hebben, maar het moet nog uitgevoerd worden ook. Hè. Ja, ja, maar ik was, ik was heel blij met de uitnodiging. Achteraf gezien, ja, dat heeft een geweldig verhaal opgelezen. Ja, absoluut.